Ja, ik vind het vooral een heel sterk signaal dat heel de keten vandaag aanwezig is. Hè. Dat ze zeggen, het gaat hier niet alleen over de toekomst van onze landbouw, onze landbouwers, maar eigenlijk over heel de keten, hè. Heel de verwerkende industrie daarbij bij komt kijken. Dus dat is een heel duidelijk, een heel sterk signaal. Ik denk dat dat belangrijk is, dat men dat ook blijft herhalen, dat het over veel meer gaat dan de boer in het dorp of in de wijk. Maar dat het over een hele voedselketen gaat in Vlaanderen die op het spel staat vandaag. Voor ons is dit een ongelooflijk belangrijk verhaal. Waarom? Omdat wij heel dicht bij de boeren staan, hè, met de hele agrovoedingsketen. Wij zijn daar een belangrijke schakel in, namelijk de schakel van de verwerking van vlees, andere eiwitten, dus ook het plantaardige gedeelte en de bereide maaltijden. Wij verbruiken ongelooflijk veel Belgische landbouwproducten. We zijn toch een sector van een 8000 werknemers, een 2 miljard euro omzet. En het zijn toch 250 bedrijven die elke dag zorgen voor lekker eten. Wij willen de meerwaardecreatie in België houden, dus wij verwerken, wij verduurzamen producten van de Belgische landbouw, zeer overtuigd. Maar wij zijn al een heel moeilijk land om in te ondernemen. Nochtans, ze kennen ons in 110 landen in de wereld, dus we zijn wel heel sterk in wat we doen. Maar zonder de landbouwer en zonder varkensvlees van bij ons en zonder landbouwproducten van bij ons lukt dat niet. En dit soort beslissingen zijn zo'n complexe verhalen. Maar men moet die beslissingen wel overwogen nemen. Want er staan bij ons ook ongelooflijk veel jobs op de helling. En als je kijkt dat wij samen met de agrovoedingssector voor 120.000 jobs en meer staan, denk ik dat het toch wel een essentie is om hier vandaag zeker overtuigd bij te zijn. Als BCZ, Belgische Verwerkers van Zuivel, zijn wij hier vandaag aanwezig samen met de verschillende partners uit de agrovoedingssector om toch een signaal te geven dat het huidige ontwerpdecreet dat voorliet bij het Vlaams parlement, dat het toch zware, verregaande gevolgen heeft, niet alleen voor de landbouwsector, maar voor de hele agrovoedingssector, waaronder ook de zuivelindustrie. Zonder melk ook geen industrie, dus daar zijn wij communicerende vaten. Dus daar zien we wel dat er een zware impact op ons af zou komen. Heel recent nog heeft een studie van het ILVO bevestigd dat eigenlijk de klimaatimpact van onze Vlaamse melk zowat de laagste is van de hele wereld, waar we uiteraard zeer trots op zijn. En we vinden het dan ook belangrijk dat er verder ingezet wordt op lokale, duurzame voedselvoorziening. En vandaar dat wij ook vragen om eigenlijk de oplossingen die vanuit de landbouworganisaties worden voorgesteld, om die toch met de nodige aandacht en de open geest te gaan bekijken. Want wij zijn ervan overtuigd dat er ook innovatieve oplossingen kunnen vooruitgesteld worden voor deze stikstofproblematiek. Wij zijn één op één gelieerd aan de Belgische landbouw, aan de veehouder. Dus ook voor ons staat er met het stikstofakkoord heel veel op het spel. We zien vandaag al dat er geen vergunningen meer worden uitgereikt. Het voorstel dat op tafel ligt bedreigt 7000 van de 8000 veehouderijen. Wordt daar een streep door getrokken, trekt men ook een streep door onze sector. Wij produceren jaarlijks een 7 miljoen ton veevoeders. Met het voorstel dat nu op tafel ligt zal dat meer dan halveren. We hebben vandaag hier een signaal gegeven, niet alleen de landbouworganisatie, maar ook samen met de hele keten. Want als ik iemand onlangs hoorde zeggen van kijk, dit stikstofdecreet dat is er voor onze welvaart in Vlaanderen te redden, wel, dit stikstofdecreet is bedreigend voor een hele grote economische sector. Want de land- en tuinbouw, onze toeleverende en onze verwerkende industrie, dat gaat over meer dan 120.000 jobs, dat gaat over 60 miljard euro omzet. Dat hebben wij vandaag heel erg duidelijk proberen te maken. En we hebben heel veel begrip gehoord van parlementsleden over verschillende partijgrenzen heen. Wij hopen natuurlijk dat dat niet alleen over begrip gaat, maar dat dat ook zal resulteren in daadkracht hier in het parlement om niet mee te gaan in dit decreet gelijk het vandaag voor ligt, maar wel te kiezen voor duurzame oplossingen voor de toekomst, voor onze land- en tuinbouwsector en de ganse agro-economische voedingssector.